Zoals je kunt zien is er op dit moment op het hoofdpodium nog niet zoveel te doen. De voorbereidingen zijn echter al wel in volle gang, dus ik ga de vrijwilligers even vragen waarom ze zich voor dit festival inzetten en hoe het gaat. Aan het doen? We zijn hier voornamelijk allemaal doeken aan het inhangen voor sponsoren, wegwijzering, wat er allemaal waar te vinden is, zeg maar, voor dit bevrijdingsfestival eigenlijk. En waarom heb jij besloten hier aan mee te werken? Omdat het een van de belangrijkste festivals is van het hele jaar, vind ik. Vrijheid is gewoon iets wat gevierd moet worden. Om daar vrijwillig aan mee te werken, dat is natuurlijk een van de leukste dingen die er is natuurlijk. Een grote feestpartij hoef je op dit moment beneden nog niet te verwachten. Maar dat betekent niet dat er niks wordt gedaan. Honderden vrijwilligers zijn zich op dit moment aan het inzetten, zodat het feest morgen kan losbarsten. Jij bent verantwoordelijk voor al deze lekkere broodjes? Ja, dat klopt. Ik ben verantwoordelijk met mijn team voor de lekkere broodjes voor de vrijwilligers en voor de backstage. En hoeveel maak je er nou op zo'n dag? Meer dan 1000 broodjes. Morgen hebben we 2000 vrijwilligers en die krijgen 3 broodjes per persoon. Dus reken maar uit, dat is hoop smeren. Dat zijn er flink wat. Kan je nou s'avonds nog wel een broodje zien of droom je er nog van s'nachts? Ik droom er niks van. Ik ben knock-out en ik slaap lekker, dus ik droom nergens van. Is de sfeer verder om hier als vrijwilliger te werken? Ja, het is één grote familie. Ik bedoel, iedereen helpt elkaar en alle vrijwilligers zijn dankbaar dat je het maakt. En het is één grote familie. Nou, hartstikke mooi, succes. Dankjewel. En smeer ze. Dankjewel en succes. Hoi, wat ben je aan het doen? We zijn hier voor de vrijwilligers. Zijn we iedereen aan het aanmelden. We geven ze kleding, we geven ze polsbandje en dergelijke. Dus we geven ze alle informatie die ze nodig hebben. En verder zijn we voor de bewoners zijn we hier aanwezig. Voor de bewoners? Vragen. Bewonerspassen kunnen ze hier eventueel ook nog extra ophalen. En dat is het hier heel kort samengevat. Komen er nou veel bewoners langs met vragen? Er komen voornamelijk bewoners langs voor extra passen. Zodat zij familie gewoon het huis in en uit kunnen. Af en toe hebben ze nog een vraag. Maar wat betreft vragen valt nog mee. Sommigen bellen. Maar elke bewoner krijgt gewoon van tevoren brieven thuis gestuurd met welke wegen er afgesloten worden en dergelijke. Dus ze worden naar mijn idee goed ingelicht van tevoren. En hoeveel dagen zit jij hier nu als vrijwilliger? Ik ben vanaf dinsdag hier. Ik zit er nu zo 5 dagen. In totaal zal ik hier 5 dagen ongeveer aanwezig zijn. Dus, en morgen ook de hele dag aan de slag? Uiteraard. En zaterdag, zondag ook uiteraard. Ja hoor, blijf je dan wel even. Kan je dan nog wel een beetje van het festival genieten? Zeker weten. We zijn met zoveel mensen, we kunnen altijd wel even heen en weer. We zorgen ervoor dat iedereen ook nog het festival op kan. En ja, alleen al als je hier binnen zit, je voelt de sfeer. En ja, je weet gewoon precies wat er buiten gegaan is. Ja, dat is geweldig. Okay, dankjewel, succes. Het vraagteken? Vanwege de vraag, wat is de vrijheid, denk ik. En wat is jouw antwoord daarop? Goede vraag. Nog helemaal niet over nagedacht. Zo met het verven bezig had ik er gewoon niet over nagedacht. Wat betekent vrijheid voor jou dan? Vooral dat er geen oorlog meer is, denk ik. Maar jij bent hier dus vrijwilliger. Waarom besluit je hiervoor in te zetten?
Nou, in principe heb ik me ingeschreven voor maatschappelijk stage. Zo kwam ik een beetje op het idee. Ik kon het als maatschappelijk stage doen. En nou, ik had hem al, maar ik heb me toch hiervoor ingeschreven omdat het gewoon leuk leek om bij een festival te helpen. Wat leek je daar leuk aan? Ja, hoe het georganiseerd wordt, omdat het zo groot is. En ja, ik was gewoon benieuwd hoe dat allemaal ging. En heb je inmiddels al een antwoord op de vraag bedacht? Nou, wat is de vrijheid? Ja, dat we kunnen doen en laten wat we willen, dat er geen oorlog is. En ja, dat we niet belemmerd worden in wat we willen.